zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken. Door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie haar als ik droom. Ik zie haar telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen. Op je lijk, dus net zo koppig, maar ook net zo slim als jij. Jij bent alles wat ik wilde zijn. Jij bent die man waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het heden, pa, heb dit voor jou geschreven. Uit het diepst van mijn hart, ik hou van jou voor leven. En die hartaanval, die heeft me laten denken. Was het nou mijn fout, doordat ik jou toen krenkte? Dat dacht ik al die tijd, dus daarom heb ik spijt. Voor al die fouten, pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt. En hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft. Persoonlijk verhaal. Mooi, hè? Iemand die gewoon, een jongelui, een jonge man, die gewoon eerlijk tegen iemand durft te zeggen, sorry. Die gewoon eerlijk durft te zeggen, dankjewel. En wat is dat belangrijk? En wat is het soms, lijkt het soms moeilijk om dat te doen? Ik heb een stukje uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 17, vanaf vers 11. En daar staat, op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden, melaatsheid. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan de voeten van Jezus om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd, maar zijn er 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Dankbaarheid vind je niet bij allemaal. Dankbaarheid is iets wat je moet leren. Ik weet nog goed, toen ik klein was, dan kreeg je een snoepje van oma en dan zei mijn moeder, Jaapie, wat zeg je nou? Dankjewel, oma. Huh? Oh, dat heb je ook meegemaakt. Dat dacht ik al. Zo gaat dat, want het gaat niet vanzelf. Vanzelf gaat snoepje eten, nog één. Dat gaat vanzelf. Weet je wel, staat er een bak vol, dan eet je helemaal tot je buikpijn hebt. Want we willen meer en meer en dankbaarheid. Dan moet er een oma of een opa of een vader of een moeder zijn die zegt, en Jaapie, wat zeg je nou? Of Jantje of Cornelis, wat zeg je nou? Dat gaat niet vanzelf. Kijk, en als je ouder wordt, werken andere principes. Dan leer je op een gegeven moment dat dank voor dank komt. En denk je, wat ik bedanken? Nou, aan me nooit niet. Waarom zou ik? Het is toch nooit goed? Dus dankbaarheid is niet zo vanzelf, gaat niet zo van harte altijd. Als iemand het doet, dan denk je, ja. En
dan klinkt het ook soms niet echt, weet je wel. Dankbaarheid is wel iets echt. Als iemand zegt, dankjewel, en je denkt van, nou, weet je wel. Je had net zo goed kunnen zeggen, trein 13 komt aan, weet je wel. Dan heeft dat geen nut. Dan zeg je wel dankbaarheid, maar dat klinkt als iets heel anders. Het slaat nergens op. Het moet uit je hart komen. Het is heel moeilijk om dankbaar te zijn of dankjewel te zeggen, als er van binnen weet ik niet wat allemaal zit. Want uit een bron komt van alles voort. Het is, je hart is je bron waar het uit voortkomt. En als dat, ik weet niet wat voor prut of prutpeperen of weet ik erin zit, zou ik maar zeggen, dan komt dat eruit. Maar God kan je hart veranderen in dankbaarheid. God kan je dankbaar maken. Dat is niet zo. Ja, waarom zou je soms ook dankbaar zijn? Waarom zou je dankjewel moeten zeggen? Je zegt toch ook geen dankjewel voor je salaris? Weet je? Huh? Hallo, heb ik hard voor gewerkt hoor. Moet je weten hoeveel uur? Geploeterd, weet je wel? Daar heb ik recht op, zeg je dan. Daar hoef geen dankbaarheid bij, daar heb ik gewoon recht op. Dat hoort. En ja, wat die andere allemaal voor je doet. Je vader of je moeder of zo, weet je wel. Ja, daar zijn ze toch vader en moeder voor. Als ze geen kinderen moeten nemen, dat is anders geweest. Een hondje, een ander verhaal. Of wat dacht je van je jeugdleider, of je oudste, of je huisgroepleider, zou ik maar zeggen. Ik weet niet wat hij allemaal voor je doet. Ja, dat hoort erbij hoor. Want die mag geen huisgroepleider moeten worden. Hè? Dat hoort erbij, logisch. Dankjewel. Toch is het goed. Het was belangrijk. Dankjewel te kunnen zeggen. Jezus op weg naar Jeruzalem. Op weg naar het volbrengen van zijn missie. Zijn leven geven voor jou en mij. De plek waar hij het kruis zal opnemen. De heuvel op zal gaan. Terwijl hij daarvoor gemarteld is, geslagen, bespot. En zijn leven te geven voor jou en mij. Hij is op weg naar zijn bestemming. Op weg naar Jeruzalem. En dan komen de 10 melaatsen op hem af. En uit grote afstand roepen ze al, Jezus meester, medelijden met ons. Maar wat koop je voor medelijden? He, stel dat je allemaal tegen elkaar gaat lopen zeggen, eventjes zo in de gauwigheid, oh, dat is nou ook rot voor jou. Weet je wel, wat vervelend, hè? Dat voelt wel even lekker. Maar je koopt er niks voor. Jezus heeft medelijden met mij. Maar Jezus gaat verder dan medelijden. Hij gaat verder dan zegt, dat is nou ook rot zeg. Dat je dat moet meemaken of dat gebeurd is in je leven. Hij gaat verder. Hij brengt verandering in je leven. Dat is Jezus. En daarom is het ook zo niet zo moeilijk om dan vanuit daaruit dankbaar te zijn. Dankbaar omdat je ervaren hebt dat er verandering komt in je leven. En dan zegt Jezus, ga naar de priester. Ja, daar waren ze al geweest. De eerste keer dat ze daar naartoe gingen, was dat al van, ik heb een plekje. En ik heb nog een plekje. En ze waren al, en het oordeel was al geveld. Je bent melaats. Uitgestoten uit de gemeenschap. Je bent melaats. Moet je nou weer terug? Moet je nou terug naar iemand waar je het oordeel al over van gehad hebt? Van iemand die al zo heftig dat tegen je gezegd heeft. Moet je nou terug? Wat helpt dat? Weet je, soms zegt Jezus van die dingen, weet je, waar schiet je daar nou mee op? Weet je wel? Tegen een Vlaamse zegt hij, sta op, ja, dat ken ik niet. Weet je wel? Zegt van die dingen, heel veel mensen, hoe zullen ze het eten geven? Waar kunnen we zoveel brood kopen? Hallo, is er een bakkerij hier in de buurt, even denken. Nee. Hij zegt van die aparte dingen. En dan zegt hij tegen Tim, laatst, ga naar die priester. En soms, hè, moet je doen wat Jezus zegt, al snap je er geen bal van. Simpel als wat. Soms is het gewoon, als hij het zegt, doe ik het. Al kun je niet van tevoren plannen wat er dan gaat gebeuren. Kijk, als Jezus had gezegd, joh, ga nou, want als je onderweg gaat, hè, weet je wel, dan genees ik je al stiekem onder. Weet je, hè, dus dat vertelt hij er niet bij. Hij legt niet altijd uit hoe het afloopt. Dat was jammer. Maar terwijl ze gingen, werden ze alle 10 gezond. Op het moment dat je gaat, dat je gelooft wat Jezus zegt. Als hij het zegt, Petrus in de boot. Als u het zegt, Heer, kom maar aan. Ik ga over het water. Als u het zegt, Heer, uw woord. Geloof ik. Ik hoef het niet te snappen.
ik wil het gewoon geloven. Ik wil ervoor gaan. En als u zegt, ga naar die priester. Datzelfde verschrikkelijke verhaal waar ik al geweest ben. Als je voor je idee terug moet naar af. Waar je net vandaan komt. Waar het allemaal fout ging. Dat zegt Jezus wel eens. Ga er naartoe. En dan gebeurt het. Op het moment dat je gaat. Oh, lekker jongens, dropjes. Lekker. Dankjewel. Eentje hoor, eentje maar hoor. Eentje is genoeg. Oké. Weet je? Nu heb ik een probleem, hè? Ik ga lekker met mijn volle mond preken. Hé jongens, meiden en oudere jongens en mevrouwen. Doen. Doen wat Jezus zegt. Maak een keuze in je leven, al snap ik geen bal. Ik ga doen wat Jezus zegt. Als hij zegt, dit ga ik doen. Natuurlijk heb je allerlei vragen. En dan, waar kom ik dan uit? Hoe gaat het dan gebeuren? En hoe moet het allemaal? Maar doen wat Jezus zegt. En dan gebeurt het. Dan worden ze genezen. En dan komt er eentje terug. Eentje. Ze zijn alle 10 genezen. En die alle 10 waren zo blij. En als je wat hebt gekregen, een dropje of zo, dan ben je zo blij. Dan ben je zo met jezelf bezig. Ben je zo vervuld van alles wat je hebt gekregen. Je bediening, je carrière, je nieuwe baan, je dingen, wat God verhoord heeft. Dat is geweldig. En dan in één keer staan alle spotlights op jezelf. Maar één niet. En die ging terug naar Jezus. En zei, dank u wel, Heer. Hij kwam aan zijn voeten. En hij legde zijn dankbaarheid neer. Hij zei, ja, soms moet je dat wel eens doen, sorry. Dank je wel. Misschien moet je gewoon vandaag of vanmiddag, als je ergens bent, of van de week. En je denkt, dat is nou ook wat. Ik heb die persoon nooit bedankt. Ik moet gewoon eens doen. Ik moet aan de deur kloppen, ik moet hem opbellen. Of appen, weet ik het tegenwoordig. Dan zeg je gewoon van, hey, dat en dat, toen en toen, heb je voor me gebeden. Dank je wel, hè. Toen en toen heb je dat tegen me gezegd. Ik vond het niet leuk, ik vond het lastig. Dankjewel, hè. Sorry. Dankjewel. Het zijn moeilijke woorden. Soms. Maar van grote betekenis. Wat komt Jezus te bekijken vanaf, hè? 10 stuks. En één komt terug. Elke dag voor ons is vol van een prachtig cadeau die God geeft. Hoe gewoon vind ik het? Hoe weinig kom ik bij hem terug om hem te bedanken? Dit is een goed moment om even daarbij stil te staan. Om God te bedanken. Voor bepaalde mensen om je heen. Voor dingen die jij geeft. Je zou tegen me gaan zeggen straks, Jaap, het briefje is te klein. Het past er niet op.